gedachte. Een bekende route. Dat is de Robben Noordbossloop-route. De 4 kilometer ronde. Tussendoor kan ik even uitrusten. Ga ik ook even doen. Met mijn spierpijn valt het reuze mee. Wat kan ik je nou vertellen? Ik zal niet zoveel praten, want praten kost ook een bepaalde kracht. Dat heb je al bij de vorige vlog gezien. Als je dit tenminste bekeken hebt. Sommige mensen vragen wel eens waarom zeg je niet zoveel tijdens het hardlopen. Dat is ook een reden. En dit is dus nu ook de reden, dus dan weet je dat. We gaan hierin. Het is allemaal veranderd hier. Vroeger was het, ja, dit was er wel vroeger. Dit pad. Geasfalteerde pad. De bomen zijn hier weggehaald. Voor degenen die door oude vlogs van 4-5 jaar geleden nog bekeken hebben, toen ik die nog met de Sony Cybershot schoot, die weten waar ik het over heb. En dit pad is ook breder geworden, want vroeger waren hier allemaal struiken. Dat hebben ze allemaal weggehaald. Dat vind ik zonde. Nou, het is een beetje modderig, maar ik heb 2 paar schoenen mee. Dus als ik direct weer de auto in ga, dan trek ik de andere hardloopschoenen aan. Ik moet even tussen nog trouwens mijn runkeeper even aanzetten, dat ben ik helemaal vergeten. Ja, helemaal vergeten. Doodzonde, man. Zullen we een klein stukje even teruglopen? Dan starten we hier gewoon. Lopen we het even terug. Het scheelt misschien 100 meter, maar ja. Dan doe ik even mijn internet aan. 4G. Dan heb je even verbinding. Zo. Lopen we even terug. Zo'n kniezoor ben ik dan toch ook wel weer, hoor. Zo'n kniezoor. Hier was het start altijd. Hier ongeveer. Nou, dan gaan we lopen. Hartstikke idee. Gaan we gewoon wandelen. Moet ik hem wel even stopzetten als ik voel dat het niet meer gaat. Dat het wat moeilijker wordt. Er is een bankje. En de vaste volgers weten, als ze de oude vlogs van het Robben Noordbossloop hebben gezien, ook van de wandelroutes, welk bankje ik bedoel. Dat is langs het fietspad. En dan gaan we dan even zitten. Ik heb een boek mee. Als ik een hoofdstukje lees, dan gaan we dat gewoon even inplannen. Want een hele ronde durf ik nog niet te wandelen. En voor degenen die het nog niet weten, ik heb een milde COVID-19 besmetting gehad. Milde coronabesmetting. Dus, vandaar. Ik hoop deze week dat ik wat lichte dribbelen acties kan gaan doen. Dat hoop ik. Dat zullen we zien. Surplus op de plaats gedribbeld een aantal keren. Dat ging begin heel moeilijk natuurlijk. Ik hield het pas 3 minuten vol, daarna 5 minuten, één keer 10 minuten. Misschien dat ik het vanmiddag nog even doe, als ik tijd in de zin heb. Zal het misschien 15 minuten wezen. En dan ben ik niet buiten adem. Maar dan voel ik de spierpijn in mijn boven- en onderbenen.
ademhaling is weer redelijk tot zeer goed. Maar goed, ik ga nu even mijn mond dicht houden, want anders verbruik ik weer te veel krachten. We gaan dus weer de oude route lopen, van voor 2018. Die nieuwe route kunnen we ook nog wel lopen, maar die begon altijd daar ergens. Maar ze hebben die greppel weer opengesteld, omdat dat gedeelte daar waar we erin gelopen zijn, dat was eerst afgesloten, want ze zijn bezig hier met, ze hebben een heel windmolen hebben ze hier neergezet als onderdeel van een windmolenpark in de gemeente Hollands Kroon, Kop van Noord-Holland. En ze hebben heel wat bomen hebben ze hier omgekapt, struiken weggehaald. Ik zelf, maar dat is mijn persoonlijke mening, vind dat zonde, want ik hou van de natuur. Vandaar dat ik ook hier erg graag ben. Dat is een verschil of je nou naar de Veluwe toe gaat vanaf Purmerend of hier naartoe. Veluwe is ook prachtig. Vroeger altijd als kleine jongen naartoe geweest op vakantie, vaak. Maar dat is toch al gauw, anderhalf uur rijden, denk ik. Ruim 120, ruim als je nou richting Apeldoorn rijdt. Of richting Garderen zie je toch wel de 100 tot 115 kilometer. Dat is toch al gauw 2 uurtjes rijden. Terwijl hier binnen, 2 uurtjes niet, misschien 1,5 uur of zo. Maar terwijl je hier toch binnen 3 kwartier hier bent. Zo'n minuutje of 40 ongeveer. Dan heb je hier gewoon prachtige natuur. En die heb je in Purmerend ook. Ik ben ook wel vaak in het Purmerbos geweest. Maar goed, dit is wat uitgebreider. Purmerbos, dat is niet zo uitgebreid. Dat is heel lang, maar het is heel smal ook. Nou, dan gaan we hier een bruggetje over. Een smal bruggetje. Zo. En daar zit water, neem ik aan, in, toch? Niet veel. Zomer als het heel droog is, dan zijn die sloten gewoon helemaal uitgedroogd. Ja, het is nu de laatste tijd erg veel geregend. Dus die zit vol water. Nou, dan gaan we hierin. Zijn we ook al een tijd niet meer geweest. Je ziet al gelijk dat er een grote tak op dwars over het pad ligt. Dus moet je eventjes overheen stappen. Het heeft hier ook flink gestormd de afgelopen dagen. Tot aan gisteren aan toe. Het is nu voor het eerst sinds 4-5 dagen dat het weer rustig is.
Heerlijk. En dat zonnetje schijnt ook nog. Dat was gisteren ook wel het geval, maar toen was het nog erg winderig en vlagerig. Neus snuiten. Moet ook even gebeuren. Zo. Ik ga even wat vrijer ademen. Nou, daar hebben we de ontwortelde bomen hier nog, van de storm van 2013. Dat is ruim 7,5 jaar geleden. Nood opgeruimd. Het is van Staatsbosbeheer dit, dat weet ik. Verste verte geen mensen te zien, terwijl ik net op de parkeerplaats was, toen stond het vol met auto's. Maar zoals ik al zei, dit is een vrij groot bosgebied. Dus mensen verspreiden zich en er gingen al wat mensen weg toen ik eraan kwam. Maar ik dacht toch van nou, als er de politie langskomt, dan weet je maar nooit of je weggestuurd wordt. Anders krijg je een coronaboete. Ja. Maar dat krijg je natuurlijk ook als die terrassen dicht zijn. Hè? Die zijn nog steeds dicht. Als je gewoon een beetje aan de regels houdt. Een regel stelt van niet meer dan zoveel mensen op het terras, kan het volgens mij echt wel open. Maar goed, dat is mijn mening. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Jullie mogen er alle vrijheid natuurlijk anders over denken, wat ik op zich wel kan begrijpen. Maar goed, mensen zoeken natuurlijk een uitlaatklep omdat ze vaak thuis zitten. Ik ook. En die heb je toch wel even nodig hoor, die vitamine D. Via het zonlicht, dat heb je wel hard nodig. Goed voor je gezondheid. Nou, ik voel nog geen spierpijn, dus het gaat nog steeds goed. Het is natuurlijk wel een zware parcours, hè? Dus ik kom op een schelpenpad terecht als het goed is. En daarna een stuk asfalt. Dat loopt wat relaxter. Ook qua hardlopen. Kijk, hier ben ik ooit eens een keer geblesseerd geraakt. Dat is 12 jaar geleden.
Ja. En ik ben tegenwoordig op Facebook te bezichtigen. Ik heb sinds anderhalve week een Facebook-account. Het gevolg is dat het bereik van mijn filmpjes toch een behoorlijk stuk groter is dan als ik mijn dan voorheen, toen ik mijn filmpjes alleen deelde via Pinterest, wat ik nog steeds doe, en via Twitter, wat ik ook nog steeds doe, want dat hou ik erbij. Maar je merkt het gewoon, en Facebook is mateloos populair. En dan heb je ook nog het feit dat je geabonneerd, ja, niet moet zijn. Je kan mijn filmpjes natuurlijk ook vrij blijvend bekijken. En mensen die geabonneerd zijn, die krijgen altijd een pushmelding van, hey, hebben we weer een filmpje geüpload. Maar goed, het is allemaal grappig, op zich wel grappig en interessant natuurlijk. Dus dat de kijkcijferdichtheid even wat groter wordt, om het zo maar eens te zeggen. Nou, hier weer een sloot. Die weer vol is met water. Aan de andere kant ook. We zitten nu ongeveer op de helft van het eerste gedeelte. Ik denk dat we ongeveer een kilometer gelopen hebben. Schatting. Ja hoor, precies een kilometer. Precies een kilometer. Nou, dat hele rondje is GPS gemeten 3,8 volgens mij. Niet helemaal 4 kilometer. Dus de helft is ongeveer 1,9. Nou, dan hebben we nog zo'n kleine 900 meter te gaan. En dan zijn we bij het bankje ongeveer. Nou, ongeveer een kilometer. 900 meter, 1000 meter misschien. Ja. Zo. Goedendag. Hoi. Ja. Als we dat pad aflopen, nou, op een gegeven moment naar links, dan naar rechts en dan weer naar links. En dan zit je op het fietspad richting het bankje. Dus echt zover is het niet.
Waar ik het net over had, was natuurlijk de oude ronde. Die was 3,8 kilometer. Even kijken hoe ik daar uit moet komen als ik weer op die geasfalteerde weg terecht kom. Dat heb ik nog nooit gelopen namelijk. Maar we zullen wel zien. We komen altijd er wel uit hoor. Ja, hoe was de situatie zo'n 5-6 weken geleden? Toen had ik na een minuut of 20 al ademhalingsproblemen. Was net een COVID-19 besmetting heb ik toen gehad. En zie nu. Nu kan ik het al... Zo'n 20 minuten volhouden. Vorige week al 30 minuten. Toen werd het al een beetje vermoeiend. Toen ik thuis kwam. Nu. Ja, nog steeds geen last. En zo ga ik even zitten. Dat heb ik allemaal ingepland. Dat heb ik al gezegd tegen jullie. En morgen ga ik voltijds werken. Gaat allemaal best. De oude levertje komt langzamerhand weer terug. En dat is me goed ook. Want als je in het opbouwen bent, dan ben je ook zoekende, hè? Tot hoe ver kan ik gaan? Is het niet te ver wat ik gedaan heb? Nou, dat was inderdaad toen op 6 februari te veel en te ver wat ik gedaan heb. Daar heb ik van geleerd. Van schade en schande moet je uiteindelijk wijs worden. Nou, dat is een grote vaart hier ook. De hoge vaart is dat, geloof ik. Of zoiets, een hoge kwelvaart, weet ik veel. Ik heb er al eens een keer op verzocht. Nou, nog een paar honderd meter en op dit fietspad aan de rechterkant hebben we een bankje. Ik merk het wel een beetje aan mijn longen nu. Die ga je voelen. Nou, we zijn er bijna. Even rustig zitten. Goedemiddag. Hallo. Nou. Thank you.
mensen zitten. Ja, anders moet ik even een klein stukje verderop kijken. Met dit mooie weer weet je er toch nooit. Even kijken. Volgens mij was het hier ook. Als ze dat bankje niet hebben weggehaald, hè? Nee, dat bankje hebben ze niet weggehaald. Er zit niemand. Dus ik kan daar even rustig zitten. Dat gaan we zeker ook even doen. Nou, dan ga ik even uitrusten. En dan gaan we zo weer, over een kwartier, 20 minuten of zo, als ik een hoofdstuk uit mijn boek heb gelezen, gaan we weer verder. Zo. Hoppa. Activiteit gepauzeerd. Activiteit hervat. Nou, gaan we weer. Je hebt toch even een tijdje gezeten. Dit gaat hierin. En dan gaan we terug naar de auto. Ik heb toch een half uurtje gezeten ongeveer. Nou, niks vergeten. Dus we gaan weer wandelen. We hebben er ruim 23,5 minuten over gedaan. Dus terug zal het ook iets van de 3-24 minuten wijzen. Goedemiddag. Hallo. Nou. Dan gaan we hier het pad weer af. Komen. Die wil nog erg flink door kachelen. Nee, die komen er niet. Daar is uiteindelijk volgens mij de Noordertijdweg.
dag. Ja. Maar daar gaan we niet naartoe, van die kant op. En ik loop hier dus ook hard. Dat kan voorlopig nog even niet, hè. Ik ben dan blij als ik een beetje kan dribbelen. Je moet toch in beweging blijven. Anders kom je alleen maar qua gewicht aan. En dat is geen prettige gedachte. Dan neem je BMI en dergelijke ook allemaal toe. Ga je richting obesitas. Dat is toch het laatste wat ik wil hebben, want dan heb je echt onderliggend lijden als je corona krijgt, of in mijn geval heb gehad. Dus we doen er alles aan om weer terug te komen. Waaronder dit, wandelen. Zoals je zag en ziet. Hier, ja, verderop nog. Om frisse lucht aan te halen. Goedemiddag. Ja, dat doe ik dus ook. Nou, dat is zo'n windmolen, die hebben ze dus daar neergezet. Daar hebben ze het hele bos en struiken hebben ze omgekapt. Bomen bedoel ik, dat deel daar. En de struiken hebben ze weggehaald. Goedendag. Hallo. Ja. Ja, je kunt volgens mij ook rechtdoor daar ook. Je kan. Kom je dan zeker op de weg uit? Want dan ga je wel richting het einde. Laten we dat eens even onderzoeken. Dan hoeven we niet die cross-country gedeelte door te ploegen, want dat is best wel zwaar ook om te wandelen. Dat was eerst niet. Dat was dan nog met hekken afgezet. Dat was volgens mij nog een paar weken geleden zo. Ja, want ze hebben dat. Het lijkt erop alsof ze het pad helemaal verlicht hebben. Want eerst liep ik hier zo de rond en dan ging ik zo daar, helemaal daar naartoe. Maar dat kan dus blijkbaar niet meer. Of wel? Nou, we gaan even kijken. Ze hebben het een en ander verlicht hier ook, zie ik. Even kijken. Maar er komen ook mensen aan, dat we uitkijken.
daar uitkijken of er niks aankomt. Ja, er komt ook niks uit en hier ook niet. Ja, dat is een... Kijk, dat pad is er nog wel. Wacht even. Dat is alleen... Dat hebben ze even iets verlegd, denk ik. Oh nee, dat hebben ze niet verlegd. Kijk, dat is nog steeds hetzelfde, zie ik. Maar je kan dus ook daarheen. Gaan we even daar naartoe. Want ik denk dan dat je op die weg uitkomt waar ik vroeger ook liep. Want dit was eerst hier afgesloten. Vanwege de bouw van dat ding. We gaan even kijken. Nou, dit is een nieuw pad. Een nieuw pad min of meer. Dan gaan we gewoon kijken. Want ik zie waar wel een geasfalteerde weg. Ik weet niet of ik de terrein hierop mag. Voorheen was dat verboden voor onbevoegden, stond daar. Dus ik neem aan dat ik daar nog steeds niet mag lopen. Dat ik daar een behoefte aan heb. Nou, kijk, dit is het oude pad weer. Dit herken ik van voorheen, van de oude Robberoen-Bos route. En als je dan doorgaat, dan moet je even een paar bochtjes op een gegeven moment helemaal aan het einde daar wandelen. En dan is het een rechte weg richting de parkeerplaats. Kijk, en dat scheelt. Want anders moet je, wat ik laatst deed, steeds cross-country hardlopen door die struik heen. Op een gegeven moment, en dat is best wel pittig hoor. En met dat feit dat ik net een COVID-19 besmetting achter de rug heb, lijkt me dat niet zo verstandig. Dus we gaan gewoon lekker het pad volgen hier ook. En hou ik nou even mijn muil dicht. Want anders kost het weer kracht en energie. Weet ik het in ieder geval ook weer met hardlopen, mocht het daar weer naartoe zijn. Kom dicht aan van Wijk. Zo, afwatering. Nou, dan staan er nog 1, 2, 3 van die dingen. Vier zelfs, zie ik. Ja,
is allemaal veranderd, joh. Ongelooflijk. Een behoorlijke kaalslag noem ik dat, hoor. Sorry dat ik het zeg, maar... Zo, nu gaan we de weg weer op. Even kijken wat ik gelopen heb. Bijna 3 kilometer. We zijn nu al ongeveer een kwartier onderweg. Nou, met een kwartier zijn we bij de auto. Ongeveer. Ja, ze zeggen altijd boslucht is gezond. Nou, ik loop nu in het bos. Ze lopen tegen de richting in. Rechts van de weg is de plek. Aan de andere kant is groen. Zo. Nou. Het is duidelijk anders dan voorheen. Ze hebben het lijkt alsof ze het pad een beetje verlicht hebben. Naar het vorige eindpunt van de Robbenhoek Bosloop, volgens mij.
vandaag mijn hand even ervoor zetten, want ik had een beetje last van de zon. Sorry hoor. Excuses daarvoor. Nou, ik dacht dat het aankwam. Dus niet. Nou. Maken wel geluid die dingen zeg. Zijpad tegen daar ook. Naar links. Het is hier erg veranderd. Ook de route. Ik moet nu echt kijken waar ik naartoe loop. Of ik niet verkeerd ga. Ze hebben daar gewoon één groot recht pad volgens mij ervan gemaakt hoor. Het zal me niet verbazen als ik daarin gelijk heb. Het is voor de eerste keer dat ik dit loop voor zover ik weet. Vroeger ook allemaal begroeid. Het is allemaal gras geworden. Af en toe met struiken. Het is echt totaal veranderd. Het is niet echt, ja, dit is een soort zandpad, zeg maar. Dat naar die turbine leidt. Het is een beetje vals plat omhoog. Dan gaat het daar weer een beetje naar beneden. Hallo. Ik heb voor het roepen op het bos gekozen. Het is wel om te wandelen. Het is wel zwaar als het om verhardheid gaat, maar het is wel vlak. Als ik nou naar het strand had geweest, had ik uitgeput geweest, denk ik, met die duinen waar je dan heen, doorheen moet ploegen. Wat ik altijd doe. Dit is net goed. Nou. Ik ben benieuwd waar ik uitkom. Dit is richting de auto. Dat gaat nu die kant op en daar is de auto. Daar is de parkeerplaats, het Wierold, zoals dat heet. Dat ik niet heel erg ver kan zien daardoor. Nou, daar lopen we weer in schaduw, dus dan zie ik weer heel wat meer. Nou, en daar is inderdaad het eindpunt. Het is echt, echt helemaal veranderd. Hoe vaak heb ik dat al niet gezegd in deze vlog? Heel veel keren. Maar goed. Ja, dat is een zijpad. Ja, we zijn er bijna.
Nou, ik voel mijn longen wel een klein beetje. Ja, nog even volhouden hoor. We zijn bijna bij de auto. Even mezelf moed in praten. Ja. Spierpijn heb ik niet, gelukkig. Dan zit ik zo'n beetje op 3,8 kilometer, zo'n direct aftik op het juiste punt. Misschien iets meer, 3,9. Ik zal het zeggen. Niks aan. Goedemiddag. Ja. Ja, het zal wel iets meer wezen. Ja, waar die mensen uitlopen, dan een klein stukje verder. Daar ben ik begonnen. Heb ik denk ik 3,9 denk ik dat het wordt. Even spannend. Die paar honderd meter erbij of zo, 200-300 meter erbij, die zit me wel gegoten voor die schoenen. Want ik hou het precies bij je. Ik hou het zo goed mogelijk bij je, laat ik het zo zeggen. Qua kilometers die ik met de schoenen loop. Twee paar schoenen, 2000 kilometer, dan moeten ze vervangen. Nu een paar honderd kilometer erop zitten. Daar zullen we even kijken. De schoenen zijn van 2019. Nou. Even kijken. 3,8. Ja, dat wordt meer. Dat wordt meer. We gaan over de 50 minuten in ieder geval. Dat wel. De film zit al denk ik op een minuut of 3, 54 misschien. Alles bij elkaar. Nou, even een stuk verder. Even kijken, ik ben hier ergens begonnen. Het begin van het aardige gedeelte. Hier. Ja, dat is gewoon op 3,9. Dat was het. Ja, dit is stoppen. Ja, klaar. Nou, daar verderop staat de auto. Daar gaan we nu naartoe. Dan ga ik zo even de schoenen verwisselen. Deze schoenen zitten natuurlijk boordevol modder, aarde en troep. Dat moeten we niet hebben. Even wat drinken en dan gaan we terug naar huis. Ja, zit het er weer op voor vandaag. Ja, we hebben toch wel lekker gewandeld. Mooi weer. Het is wel een koude kant, maar ja, het is maart, hè. Het is maart. Dan is het nog niet zo warm. Zo. Op het dan zeg ik nu al bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer. Mazzels. Later.